Welkom bij Autisme TV. Studeren en autisme, dat is het thema van dit programma vanavond. Je bent jong, je zit op de middelbare school en die heb je met succes afgerond. Ja, en dan wil je misschien wel verder leren. Maar ja, je hebt autisme en je begint te twijfelen. Ga ik wel vrienden krijgen? Gaat die opleiding wel lukken? Wordt het geen chaos daar op school? Terechte twijfels misschien, en misschien ook wel niet. Maar met een beetje ondersteuning zou je een heel eind geholpen zijn. Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. En ik ga erover praten met twee gasten aan tafel. Sybren, welkom. Hi. En Tamara Verhoef, Peren Verhoef moet ik zeggen. Ja, Sybren, ik begin even met jou. Als ik jou nou moet omschrijven, dan noem ik je even student met autisme. Mag dat zo? Ja? En wanneer kreeg jij die diagnose, autisme? Toen ik ongeveer 8 of 9 was. Toen zat ik erop 7. En ja, mijn ouders die merkten ook wel dat ik een beetje anders was. Een beetje anders reageerde dan de meeste kinderen. En ja, dat ik gewoon een beetje moeite had met sociale omgang. En toen hebben we uiteindelijk een onderzoek laten doen. Moest ik een paar van die vragenlijsten invullen en een paar antwoorden of vragen beantwoorden. En uiteindelijk kwam daar de diagnose uit dat ik Asperger had. En wat dacht je toen je dat hoorde? Ik had geen idee wat Asperger was. Ik dacht dat ik een groente asperges of zo. Dus ik wist het echt niet. Maar ja, weet je, uiteindelijk leerde ik dat toch goed via boekjes die ik op school had. Of via mijn ouders die me dingen erover vertelden. Informatie die ik kreeg. En hoe ouder ik werd, hoe meer ik het ook ging begrijpen wat het nou eigenlijk is. Ja. En ja, daar ben ik een beetje ingegroeid, zeg maar. En dat heb ik zo een beetje geleerd mee om te gaan en zo. Ja. Maak even een reuzensprong naar nu, want je zit nu op het mbo. Ja. Wat voor studierichting doe je daar? Ik doe sociaal werk. Sociaal werk? Sociaal werk bij het Rijnijssel in Arnhem. Oké, okay. Net begonnen hè? Ja, net een halfjaartje zoiets zijn we bezig. Ja. Dus. We horen er graag meer over. Ik ga even naar de buurvrouw, Tamara. Wat doe jij? Ik ben sociotherapeut bij Cairo, het is onderdeel van het Leo Kannerhuis. En wat we bij Cairo doen is dat ons doel is dat we jongeren met autisme toeleiden na een mbo-diploma, kort gezegd. Ja, en Cairo? Ja, dat staat voor kennisontwikkeling, autisme, integratie in het regulier onderwijs. Dus dat is heel mondvol, maar het is 11 jaar geleden ontstaan. Doordat er binnen het Leo Kannerhuis steeds groter wordende groep was met cliënten met autisme die of vastliepen op school of een onderwijswens hadden en dat moeilijk van de grond kwam. En daarnaast, dus ongeveer in diezelfde periode, Rijnijssel die contact met ons zocht en die vertelde dat de populatie jongeren, studenten met autisme, die uitvielen binnen het mbo ook steeds groter werd. Dus op dat moment zijn wij in samenwerking aangegaan met elkaar. En dat loopt nog steeds. Ja. En succesvol. Ja. Heel mooi. Ik ga even uitleggen hoe ons programma in elkaar zit. Het bestaat namelijk uit 3 delen. In het eerste deel gaan we het verhaal van Sybren horen. Tot zo'n beetje nu, hè, tot het mbo. En in deel 2 gaan we het hebben over het mbo en de begeleiding. Dan gaan we vooral ook met jou praten. En in deel 3 hebben we tips voor iedereen die zo'n studiestap overweegt. En mogelijk hulp of ondersteuning daarbij kan gebruiken. Maar we gaan beginnen met een filmpje, want we hebben ook een uitgebreid gesprek gehad met jouw moeder. Yes. En we hebben haar onder andere gevraagd van hoe ging dat eigenlijk met Sybren op de middelbare school? Dus voordat hij naar het mbo ging. Nou, vanaf de middelbare school, de eerste instantie, nieuw begin, had hij zoiets van, hé, lekker. Wel heel. Nou, vanaf de middelbare school, de eerste instantie, nieuw begin, had hij zoiets van, hé, lekker. Wel heel spannend. Nou, toen bleek al heel snel dat hij overprikkeld raakte. Al die informatie, zelf plannen. Toch verwachten ze van kinderen een bepaalde zelfstandigheid. Wat hij qua plannen organiseren, liep hij vast. Veel ziek. Moet je hem dan naar school sleuren? Niet. En het was dus ook, hij werd ook ziek en hij had dan ook steeds echt wat. Uiteindelijk bij de kinderarts terechtgekomen, CESA-therapie gehad. Nou, weer terug naar school, uiteindelijk met heel veel 5 en 6 naar MAVO 3. Maar goed, dat is ook een wisseling van gebouw. Dat is nogal cruciaal bij ons op school. En toen bleek achteraf dat de afdelingsleider niet op de hoogte was van het voorgaande. En toen liep hij helemaal vast 4 weken en toen kreeg hij Fiver. En ook niet 1, 2, 3, maar heel erg. Zelfs opgenomen in het ziekenhuis daarvoor. En toen gesprekken weer met de OZC of het onderwijszorgcentrum. Nou, daar is hij uiteindelijk, hebben ze hem daar opgepakt.
individueel lesgegeven, gekeken hoe die ook in groepen reageerde. Nou, en uiteindelijk gaven ze daar het advies van, joh, kijk even of die speciaal onderwijs. Maar dat werd moeilijk omdat je net passend, de wet passend school kreeg. Nou ja, goed, school wilde niet alles, maar goed, uiteindelijk hebben we dat toch voor elkaar gekregen. Dat hij dus uiteindelijk naar Mariendal in Arnhem kon. En daar zat hij enorm op zijn plek. Hij veranderde er bijna in 2-3 maanden. We kregen vrolijke, behulpzame, lieve Siebren weer terug. Ondeugende Siebren, want dat is die heel erg. Maar dat hoort erbij, dat is hartstikke leuk. Nou, en dat jong bloeide op. En vanaf dat moment gaat het eigenlijk de goede kant op. Ja, dat was je moeder. Ja. Jij bloeide helemaal op, hè, op die laatste school, middelbare school. Ja, Mariendal. Daar heb ik heel erg op mijn plek terechtgekomen, ja. Een van de grootste veranderingen in mijn leven, zou ik zeggen. Ook de grootste verandering als persoon die ik ben doorgemaakt. En een van de beste stappen die ik heb gemaakt. Ja, hoe, maar waarom was dat daar zo anders dan? Nou, het was meer... mensen accepteerden je zoals je was. Echt iedereen. Iedereen op die school die had wat. Dus, en ja, ik ook. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat je had of wie je was of enzovoort, hoe je eruit zag. En mensen accepteerden je als je gewoon aardig was. En ik deed gewoon aardig naar mensen. En ik merkte dat na een paar weken begon ik gewoon echt goed met mensen om te gaan. Want eerst was ik ook nog steeds helemaal verlegen en bang enzovoort. En toen je op die school kwam? Toen ik op die school kwam, ja. Maar na een korte tijd had ik gewoon vrienden. Kon ik gewoon gekke shit doen met mijn vrienden. En was ik gewoon zat ik helemaal op mijn gemak daar. En, dus je ging graag naar school toen? Ja, ja, dat niet veel leerlingen zeggen dat. Ik ga met plezier naar school, maar ik ging echt met pret naar school, zeg maar. Ja. Maar als je dan nog even teruggaat naar die andere school daarvoor, wat ging daar dan niet goed? Of wat was dan zo anders? Het was voor mij een... Ja, ik vond het heel erg een leerfabriek, zeg maar. Er was weinig focus op een kind zelf en het welzijn van een kind zelf. En ik vond het zelf, ja... Ik voelde me gepest, ik voelde me buitengesloten, ik voelde me niet geaccepteerd. Ik voelde me gewoon anders dan de rest. Ik voelde me vreemd en als je ook vaak genoeg hoort dat er allemaal dingen mis met jou zijn, dan ga je dat zelf ook geloven, zeg maar. Ja. En daar, ja, daar zat ik gewoon heel erg mee. Toen ben ik ook heel erg depressief geraakt. Zag je toch wel zitten in die tijd? Nee, echt niet. Echt niet, totaal niet. Nee. En ik had ook elke keer weer wat, waardoor ik niet naar school ging en zo. En... ja, uiteindelijk is toch die stap gemaakt om naar een andere school te gaan. En dat ik was blij met de kans om van die school weg te komen, zeg maar. Ja. Dus, nou, je bent hartstikke goed terechtgekomen. Ja. Je hebt daar de MAVO afgemaakt, hè? Ja. Diploma gehaald, dus met succes. Ja. En ja, toen stond je voor een nieuwe stap. Ja. Wat ga ik dan doen, dacht je bij jezelf? Of wist je dat al? Nou, in het begin van mijn examenjaar wist ik echt niet wat ik wou doen. Zat ik eerst te denken aan misschien iets met acteren of misschien zelfs iets met film maken of iets met dieren doen of zo. Maar uiteindelijk merkte ik toch wel dat waar ik goed in was, is gewoon mensen helpen. Gewoon met mensen praten, een beetje zoals de school waarin ik zat. Heel veel mensen met verschillende achtergronden. Er zitten ook wat minder leuke achtergronden achter. En ik merkte toch vaak dat mensen die kwamen wel naar me toe en dan kon ik met ze praten en dan ging het gewoon, ja, het ging heel natuurlijk eigenlijk. Ja. En ik merkte uiteindelijk wel van ja, ik ben hier gewoon echt pro in. Ik ben hier echt goed in. Dit is mijn roeping. Dit is mijn roeping, ja. Dus vervolgens besloot ik om sociaal werk te gaan doen. Ja. Ja, en... Nou, mooie keuze, want nou, ik kijk nu ook even naar jou. Veel jongeren met autisme maken al snel een keuze voor IT of hè, de exacte vakken. Ja. Opmerkelijk dat jij juist voor de zachte kant kiest, hè, voor de sociale kant. Klopt. Ja, maar daar voelde je ook helemaal bij thuis. Ja, ja, ik bedoel, ik ben niet zo van ICT. Ja, en wat zei je moeder? Of wat zeiden je ouders toen je thuis kwam? Van... En je zei van, ik ga de zorg doen, ik ga welzijn doen. Ja, ze waren het ermee eens. Ze vonden het eigenlijk gewoon helemaal goed. En ze dachten eigenlijk meer van, jou. Hij kan hier zelf ook nog heel veel uitleren. Ja. Gewoon ook in groeien en zo. En daar was ik het ook wel mee eens. Ja. Dus ik dacht eigenlijk meer van, ja, dit... Zij dachten dat het echt goed voor mij ook zou zijn. Ja, dus. Nou, dan voel je in ieder geval goed gesteund door je ouders. Dat is wel prettig. We hebben ook de moeder van Siebren gevraagd hoe zij reageerde destijds toen ze doorkreeg dat Siebren zei, ik ga voor de zorg, welzijn. Nou, hij is uiteindelijk sociaal werk gaan doen en...
Nou, daar waren wij als ouders wel heel erg mee eens. Vooral omdat Siberen heel hulpvaardig is. Hij ziet gewoon, zeker in zijn vriendengroep, iedereen komt met de ellende die zij thuis hebben bij hem thuis. Hij adviseert, hij doet. Maar goed, vriendengroep is nog wat anders als professioneel. Maar goed, wij hadden ook zoiets van, nou, Siberen is nog vrij jong. Laat hij dan, als hij toegelaten wordt, die opleiding maar doen, want het is voor hem niet slecht. Hij leert er ook heel veel dingen van, zeker gelet met het Asperger. Je kunt het ook nog als 3 jaar therapie bezien. Zo hebben wij er eigenlijk naar gekeken. En het past bij hem. En of hij dat nou gaat doen in de toekomst, dat zien we wel. Maar zoals nu die het eerste jaar begonnen is, zit hij op zijn plek. Ja, dat was alweer je moeder. Dat was alweer mijn moeder, ja. We hebben een heel gesprek gehad met je moeder. Ja. Maar ze staat er helemaal achter. Hè. Dat is wel duidelijk ook uit dit fragment. Ja. Dan maak je dus die keuze. En hoe kom je dan bij Tamara terecht? Dacht je niet van, ik ga gewoon naar het Rijn-IJssel en ik ga het gewoon proberen? Nou, dat was eerst wel mijn mentaliteit. Ik dacht echt van, ja joh, te hel, ik heb het ook goed gedaan. Ik heb mijn examen gehaald, ondanks dat ik echt tegen het randje aanliep, zeg maar. Maar dus dan moet dat ook wel kunnen. Ja. Maar uiteindelijk, de moeder van een vriend van me, die kwam ermee. En die vertelde toen aan mijn moeder het een en ander over Cairo. En dat ik dus, dat ik er misschien ook wel wat aan kon hebben. En in het begin stond ik echt bij van, jongens, wat is dit? Wat moet ik hier nou? Want ik hou helemaal niet van dat labeltje van autisme, zeg maar. Snap ik. Ja, mensen hebben vaker een bepaald beeld bij en dan krijg je daar last van. Dat was ook, denk ik, wat ook mij heeft genekt op mijn vorige middelbare scholen, zeg maar. Maar ja, toen uiteindelijk bedacht ik me toch van, joh, weet je, ik weet niet of ik er wat aan heb of niet. En dat kan ik alleen, ik kom er alleen achter als ik het gewoon doe. En ja, toen kwam ik, ik wist al welke opleiding ik wou doen. Ja. Dus zo kwam ik ook met Tamara in aanraking. En toen hoorde jij van Siberen, een aanmelding. Ja, op dat moment komt op 2 plaatsen een aanmelding binnen. Dus binnen het Rijn-IJssel en binnen bij het aanmeldbureau van het Kannerhuis, waar dan aangevinkt staat Cairo. En omdat we ook al 11 jaar lang met elkaar samenwerken en daar een goed systeem voor hebben, is het zo dat er bij Rijn-IJssel dan een belletje naar ons komt met een naam en de vraag of we bij de intake willen zijn. Ja. En daar hebben wij voor elkaar gezien bij de intake op school. En daarnaast was ook de intake bij Cairo. Mm-hmm. Dan wordt vanuit beide partijen bekeken of of je geschikt bent en of de kans van slagen, of die aanwezig acht. Nou, dat was zo. En toen is Siberen gestart in een groep met 8 andere jongeren. Ja. En wat kon je Siberen dan bieden? Ja, het eerste gedeelte van de training is dat jij 7 weken lang 3 dagdelen in de week training hebt gehad in groepsverband. Dat doen we bewust. Voorafgaand aan de opleiding, dus in de zomervakantie. Ja, in de zomervakantie. Ja. Dat is even een iets andere invulling van je vakantie. Maar je hebt al wat vakantie gehad. Ik heb zeker wel vakantie gehad. Ja, ja. Maar mijn eerste reactie was echt van, shit, kom op, ik wil vakantie. Dan moet ik ook nog hier naartoe. Ja, dat klopt. Maar anders is de periode echt te kort waarin we zeg maar die trainingen kunnen bieden. Want we hebben bij de verkorte variant maar 7 weken waarin we dat doen. En die trainingen zijn heel divers, dus die richten zich op hoe ga ik om met mijn vrije tijd. Hoe werk ik samen, hoe plan en organiseer ik dingen, hoe stem ik af op andere mensen. Wat betekent autisme en wat betekent het voor mij? En als tegenhanger van die training hebben we ook de training zelfbeeld. Want we praten binnen het Kannerhuis veel over autisme. Mm. Dat is ook logisch, maar we vinden het ook belangrijk dat je weet wie je bent, wat je normen en waarden zijn en waar je voor staat. Dat je natuurlijk op die middelbare school al gezien dat zelfbeeld behoorlijk kan kantelen. Ja, precies. Ja. Ja. En de training communicatieve vaardigheden is ook een groot onderdeel. En je wordt ook gekoppeld aan 1 van de trainers. We zijn met 7 sociotherapeuten en 1 van hen wordt je persoonlijk begeleiden. Nou, het geval van Siberen was ik dat, omdat ook de keuze voor de opleiding al gemaakt was. Ja. En we hebben wekelijks gesprekken gevoerd en ik heb ook contact met ouders veelvuldig gehad in die periode over het verloop van de behandeling. Ja. Ja. En dan is het de bedoeling dat je op school ook regelmatig gesprekken hebt. Hoe vaak is dat? Elke week 1 keertje. Elke week een gesprek? Ja. Oké.
En is het dan ook zo dat als jij denkt van ik heb een vraag of ik loop ergens tegenaan, dat je altijd beter maar terecht kan? Ja, dan stuur ik er een appje. En dan krijg ik er vaak wel antwoord op. Of dan vraag ik of ze die dag nog op school is en even gesprekken kan hebben enzovoort. Dus. Want jij zit dus ook op die school? Ja, één dag in de week. Ik probeer echt een vaste dag in de week op de opleiding te zijn waar ik mee samenwerk. Want je begeleidt dan meerdere studenten daar? Ja. Hoeveel heb je er dan? Ik heb op de, ja, niet alleen bij jouw opleiding, maar binnen dat cluster zeg maar heb ik er nu 7. En bij een andere cluster heb ik er nu 4. Okay. Ja. We gaan even kijken naar een filmpje, want we zijn aanwezig geweest bij een gesprek, hè, wat jullie wekelijks hebben. En daar zat ook Jos Bader bij. Jos Bader is docent, jouw docent eigenlijk, maar jullie noemen hem leercoach ook. Hè? Als mijn leercoach. We gaan even kijken hoe zo'n begeleidingsgesprek eigenlijk gaat. Je noemt al planning, samenwerking, ja, dat lege rooster, maar dat valt voor mij een beetje samen met die planning. Daar wil ik zo even naar kijken. Heel veel dingen vallen samen met planning. Oké. Heb jij dan nog andere aanvullingen of is dit de kern? Nee, de kern is planning. Oké. Zullen we het daar dan over gaan hebben? Ja. Ja? Nee, ik maak me daar zorgen om. Met name omdat je heel makkelijk, lijkt het als we heel makkelijk, weggestapt van je verantwoordelijkheid. Laat ik een voorbeeld geven. Het inleveren van je portfolio 2 weken terug. Ik heb vanmorgen 's morgens in de klas uitgelegd dat je je portfolio moet inleveren, dat er een visuele check komt van mij. Dat doe ik altijd. Ja. En die heb ik bij jou niet gedaan. En je portfolio stond er wel tussen. En je was weg. Dat betekent dus dat je een keuze maakt om weg te gaan. Terwijl je weet, ik heb nog heel veel werk. Ja. Ja. En gisteren zie ik eigenlijk hetzelfde verhaal terug. Je hebt lezen. En dan kom je eens weer de klas in. Een leesuur heb je. En dan ben je niet in de klas. En dan zeg je, ja, ik heb beneden gelezen. En die ontsnapping is op zich niet zo erg. Als je dat met de docent even communiceert. Van, luister, het lukt mij niet om nu even hier in de klas te lezen. Mag ik even buiten de klas, zonder boek, even ontspannen? Prima. Ja. Maar dan is het duidelijk. Nu blijft het altijd een beetje in het schimmige gebied. Ja. Is het herkenbaar voor jou dat je wel af en toe, niet dat je nooit mag pauzeren, hè? Dat Nee. Ja, ik herken het wel, zeg maar. Maar ja, dan snap ik ook wel weer dat hij zegt van, weet je, dat we daar meer moeten overleggen. Ja. Dat snap ik dan ook wel weer. Ja. En dan, dat wat mij betreft ronden we van af, maar het is wel goed om nog even van jou te horen wat je nu hebt afgesproken voor vandaag. Nou, gewoon als ik even uit de les weg wil of ik wil een break of wat dan ook, gewoon goed communiceren met de docent die er dan is. Mm-hmm. Gewoon planning maken met Jos over die extra dingen en die losse eindjes voor periode 2. En voor 3 uur nog jou mailen dat zelfbeeldverslag artikel. Ja. Nou, deel 2 van vandaag is dat we kijken naar een stukje training. Waarbij we eigenlijk alle 2 onderdelen hebben. Het eerste, dat is leerbegeleiding. Daar gaan we zo dadelijk praktisch mee aan de slag. En het tweede onderdeel, dat is communicatie en vriendschap en relaties. En daarvan heb ik jou vorige week een link gestuurd. Met trainingen die je online kan invullen. Het is de bedoeling dat we die in de gesprekken, dat we er dan, dat we dat toch gaan bespreken. De dingen die je hebt ingevuld online. Dan de training leerbegeleiding. Want we hebben wel met elkaar afgesproken dat de nadruk voor jou voorlopig echt ligt op plannen en organiseren. En daar hebben we het net ook al met Jos over gehad. Ja. Ik wil vandaag graag kijken naar je, naar de balans tussen in- en ontspanning voor jou. Dus ik wil jou vragen, je krijgt mijn pen, of jij deze weekplanner heel globaal in wil vullen. En daarmee bedoel ik vooral dat je de tijd waarop je naar school gaat invult tot de tijd wanneer je klaar bent. Maar ook de tijd waarop je bijvoorbeeld moet werken bij je bijbaantje. Ja. En andere taken moet doen, zeg maar. Dus die mag je voor jezelf even invullen. Ja, een gemiddeld beeld van een begeleidingsgesprek op school, hè? Ja. Ja, ik hoor planning, organiseren, agenda. Is het daar je zwakke plek? Ja. Dat is echt heel erg mijn zwakke plek. Ik bedoel, dingen in mijn agenda opschrijven, dat is geen probleem, maar me houden aan een planning. Want ik vergeet echt heel veel dingen. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb dan moeite met me aan die planning houden.
dingen te onthouden. Wanneer moeten dingen af zijn of wanneer ga ik iets doen? En ik moet zeggen, soms ben ik ook wel lui. Omdat het uit je hoofd verdwijnt en je niet meer bewust bent daarvan? Ja, zo. Het is niet omdat je een heel vol hoofd hebt. Het verdwijnt gewoon uit je hoofd. Ja, het verdwijnt. Ik schrijf het dan ergens op. Maar dan vergeet ik, weet je, dan zeggen ze altijd van ja, en dan moet je elke dag even in je agenda kijken. Maar dan vergeet ik gewoon om in mijn agenda te kijken. Ja. Dus daar gaat het een beetje fout, zeg maar. En dan is dat moeilijk voor mij om daar mijn weg in te vinden. Ja. En aan jou de edele taak om hem daarbij te helpen. Ja. Wat kun je dan doen? Nou, wat goed is om te onthouden, is dat dit bij veel studenten geldt. Dus niet alleen in het geval van de jongeren die wij begeleiden. Maar dit is wel een heel veel voorkomend punt van aandacht, zeg maar, bij studenten met autisme. En eigenlijk kun je het vanuit autisme zien als twee verschillende handelingen. En dat is ook, zo verklaar ik het, waarom het niet een 1-2'tje is met ik schrijf op wat ik moet doen en vervolgens ga ik het uitvoeren. Dat zijn echt twee verschillende zaken. Ja. Dus aan mij de taak om daar één van proberen te maken, samen met Siron. Ja. Ja. En zet je daar stappen in? Merk je daar vooruitgang? Ja, ergens wel. Ik bedoel, ik heb op mijn middelbare, waar ik mijn examen dus heb afgerond, ben ik ook echt heel erg in de knel gekomen met plannen en enzovoort. En ik merk nog wel, het is wel echt nog een puntje waar ik aandacht aan moet besteden, maar ik merk wel dat het wel beter ging. Hmm. En zijn er nog andere punten waar je tegenaan loopt, waar je moeite mee hebt? Gewoon op school, dus ja, zeg maar. Ja. Wat vind je nog meer lastig? In nieuwe groepen komen, denk ik. Hmm. In nieuwe groepen komen. Ik heb zelf een hele vriendengroep. En daar kan ik heel goed mee. Daar kan ik me heel soepel in bewegen. En daar heb ik geen problemen mee. Alleen als ik in een nieuwe groep kom, zoals mijn nieuwe klas dus, merk ik dat ik toch wel een beetje snel het buitenbeentje word. Omdat ik me niet altijd, omdat ik probeer er dan bij te horen, zeg maar. Maar het werkt averechts. Nee. Dus dan ja. Niet helemaal de goede strategie. Niet helemaal de goede strategie. En dan denk ik dat goed aan te voelen, maar dat klopt niet helemaal. Dus dan merk ik toch wel dat ik snel een beetje het buitenbeentje van de klas word. Hm. Begeleiden, ja, dat is een mooi woord. Maar tot hoever begeleid je en wanneer wordt het pamperen? Wanneer moet Siberen zelf iets uitvinden en doen? En wanneer kan je van nut zijn? Ja, wat we heel erg voor ogen houden is dat we samen met de student de dingen doen. Dus als ik de gesprekken voer met jou, dan kijk ik ook naar wat kun je zelf doen vooral. Dat staat voorop. En we zijn natuurlijk niet voor niets, dus als er ondersteuning nodig is in bijvoorbeeld als je vastloopt en je vindt het lastig om dat aan te geven bij je leercoach, nou dan ben ik er om een voorzetje te geven of om mee te lopen, dat soort praktische dingen. Ja, precies. Ja. En monitoren, dus meelopen, in de gaten houden of het allemaal goed loopt voor Siberen en voor school en voor zijn ouders. Wanneer je echt dingen gaat overnemen, dan vind ik het pamperen. Ja, dat is binnen Cairo in ieder geval niet wat we doen. Nee. Waar ik ook nieuwsgierig naar ben, Siberen. Dan kom je op zo'n nieuwe opleiding, allemaal nieuwe mensen. Je wil graag vrienden maken. Vertel je dan ook gelijk over je autisme? Nee, dat heb ik zeker niet gedaan. Ik heb eigenlijk meer... Want als je dat direct vertelt, uit mijn ervaring is het dat... mensen gaan je dan vaak een beetje afrekenen op die stempel. Want iedereen, maakt niet uit wie... Die heeft wel een bepaald vooroordeel bij het woord autisme. En ja, daar word je dan een beetje zo bekeken, weet je wel. Dus ik heb zoiets van, ik heb dat toen niet eerst verteld. Ik heb er later wel een presentatie over gegeven. Daar gaan jullie ook nog een stukje over zien. Precies, je maakt een mooi bruggetje. Hey. Maar voor de rest, mensen die ik vertrouw of bij wie ik een goed gevoel heb, kan ik dat wel vertellen. En de rest, die moet me wachten op mijn beurt, zeg maar. Ja. Nou ja, je haalt het al aan. Je hebt een presentatie gegeven. Ja. Alle studenten in jouw klas moesten een presentatie geven over een onderwerp. En jij koos het onderwerp autisme. Jouw autisme. We gaan er even naar kijken. Nou, wat is autisme? Een andere naam er ook voor is ASS. Ik heb de naam nu bedacht, maar het staat voor autisme spectrumstoornis. Het is eigenlijk een verzamelnaam voor alle verschillende soorten diagnoses autisme die er zijn. Nou, welke vorm heb ik? Ik heb Asperger, zei ik al. En dit zijn dingen die ik gewoon met mezelf merk. Ik merk zelf dat ik ben lichtgevoelig. Vaak moet ik een zonnebril op, omdat ik gewoon... Ik kan dat anders echt niet hebben. In de auto bijvoorbeeld, ook al is het bewolkt, moet ik altijd echt wel een zonnebril op. Want anders kan ik gewoon echt niet rijden. Met reuk heb ik wel dat wat minder.
ik ruik gewoon normaal, maar met gehoor. Bijvoorbeeld bestek. We hadden bestek thuis en dat was van een bepaald heel dun metaal gemaakt. En het maakte niet uit of er geluid mee werd gemaakt. Maar zodra de la open ging, dan kreeg ik helemaal kippenvel. Dan ging ik echt helemaal wauws. Omdat ik... En wat bleek dus, van dat metaal kwam dus een bepaalde resonantie af. En ik kon die resonantie opvangen. En daardoor kreeg ik echt heel veel hoofdpijn. En kreeg ik gewoon een echt extreme reactie daarop. Ik merk dat ik oog voor detail heb. En dat ik nog ook zelf analytisch ben. Ik observeer heel veel. Moeite met overzicht. Ja, plannen bij mij, dat is gewoon echt ruk. Daar kan ik echt gewoon helemaal niks mee. Sociale omgang vind ik altijd een beetje een ingewikkeld iets. Sommige dingen op sociaal gebied ben ik echt heel goed in. En andere dingen echt gewoon een stuk minder. Zoals sarcasme bijvoorbeeld. Dat heb ik niet altijd even goed door. Ik kan dingen te letterlijk nemen. Spreekwoorden bijvoorbeeld. Als klein kind, als iemand zei steek je handen uit de mouwen, dan stond ik daar letterlijk voor zo. Ja, en nu dan? Dus, langzamer informatieverwerking. Als iemand mij een opdracht geeft van doe even het licht uit of zo. Dan gaat het bij mij wat langzamer en dan ga ik eerst iets anders doen. En dan vergeet ik dat compleet. En dan pas later, dan komt bij mij binnen van oh shit, ik moest dat ook nog doen. En dat is dan één opdrachtje wat je maar hoeft te doen. Maar dat gaat gewoon. Fotografisch geheugen. Met de dingen die ik leuk vind, dat kan ik echt gewoon oppikken. Dat is echt, ik kan een boek wat ik leuk vind, dat kan ik echt zo bijna citeren. Maar andere dingen, zoals wiskunde bijvoorbeeld, daar vond ik echt helemaal geen rol aan. Dan, ja, dat is gewoon bij mij weinig weg. En ik merk ook, ik heb heel erg een behoefte aan sociale interactie. Ik heb ook, vroeger had ik dat niet zoveel. En ik merkte echt dat ik daar echt heel erg onder heb geleden. Maar ik merk gewoon dat, ik vind het echt fijn. Ik bloei er echt van op als ik vrienden heb, als ik met mensen om kan gaan. Nou, zijn er nog vragen? Ja, een welverdiend applaus. Dat moet goed gevoeld hebben, denk ik, hè? Ja, redelijk. Redelijk, ja. Was je zenuwachtig? Ja, ik was best wel zenuwachtig. Ik was de eerste die dag moest presenteren. Er staat een cameraman bij. Er was ook weer wat nieuws, dus de hele klas die stond wel even te zweten, zeg maar. En ja, ik het meeste van allemaal. Dus, ja. Zijn er mensen uit de klas later ook nog op teruggekomen? Ja. Ja, mensen vonden het heel knap van dat ik dat zo durfde te doen. Ze vonden het spannend. Ze vonden het een beetje raar, ongebruikelijk. Maar ja, de meeste reacties waren wel erg positief over dat ik dat had gedaan. Ja, ja. Hoe gaat het dan verder met de begeleiding? Is dit iets wat de hele schoolopleiding blijft? Of? Dat bekijken we per jaar. Jaarlijks hebben we een groot overleg en daarin kijken we naar wat doen we nu aan begeleiding, wat is nodig. En we zijn er voorstander van om, als het eraf kan of als de begeleiding minder kan, om dat te doen. In het kader van niet pamperen en zelfsturend zijn naar de student toe. Dat wisselt. Het kan zo zijn dat we tot aan het einde van de diploma begeleiden, maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat Sybren over een half jaar bijvoorbeeld naar een ambulant begeleider van school gaat of helemaal zonder begeleiding. Ja. Of de tussenweg, dat ik op de achtergrond nog aanwezig ben. Ja, er zijn verschillende scenario's. Heel mooi. Ik wilde eigenlijk dit blok nu ook afsluiten, maar we hebben nog een boodschap van jouw moeder. Ze spreekt je nog even rechtstreeks toe op de camera. Okay. Gaan we even naar kijken. We gaan het zien. Beste Sybren, ga zo door zoals je nu ontwikkelt. We hebben best een moeilijke tijd gehad, vooral jij zelf natuurlijk. En zoals je nu ontwikkelt en wat je nu aan het doen bent, jongen, we zijn zo trots op je. En geloof in jezelf en blijf geloven in jezelf. Dat je 100% waard bent. En dat het allemaal gaat lukken, weet ik zeker. Nou, je hebt in ieder geval de volle steun van je ouders, hè? Best wel, ja. Ja. Best wel. Nou, dat is toch fijn. Ja, zeker. We zijn eigenlijk toegekomen aan het derde blok, de tips. Want ja, veel... Cairo doet dan zaken met het Rijn IJssel College, maar er zijn veel onderwijsinstellingen die ook een vorm van ondersteuning bieden. Mm-hmm. Er zijn ook onderwijsinstellingen die dat niet bieden, die dat anders regelen. En
soms misschien niet regelen. Maar ik heb jullie ook gevraagd, ja, heb je een aantal tips, algemene tips, waar mensen hun voordeel mee kunnen doen? Waar ook studenten hun voordeel mee kunnen doen? Ja. Nou, je hebt er een aantal samen aangereikt al. Die heb ik al verwerkt in een sheet. Dan gaan we nu naar de eerste kijken. Ja, dat zijn er al 5. Ik heb hierna nog 5, want jullie hadden er heel veel. Tamara, wil jij ze eens toelichten? Ja, bereid je voor, goed voor op waar je aan begint, is dat eigenlijk. Zorg dat je een goed beeld hebt van de opleiding. Ga eventueel meekijken bij het vak wat je wil gaan beoefenen. Dus werk aan je beeldvorming. Ja. Zorg dat je op de hoogte bent van welke persoon je aanspreekpunt is. Dat is echt wel essentieel, dat je weet bij wie je terecht kan en wanneer en hoe je die kunt bereiken. Wees op de hoogte van de regels van de school. Bijvoorbeeld rondom afmelding als je ziek bent. Dat soort zaken. Ja, en als je even weg wilt uit de les bijvoorbeeld. Precies. Of dat zomaar kan. Ja. Of, ja. Om eens wat te noemen. Ja. Bedankt. En weet je waar je informatie kunt halen? Bijvoorbeeld, er zijn verschillende systemen binnen school. Websites waar je terecht kan. Maar ook, hoe zie je rooster in? Hoe kun je roosterwijzigingen op tijd zien? En geef aan als je iets niet begrijpt. Die lijkt heel simpel en die is voor de meeste jongeren bij ons ontzettend ingewikkeld. En waarom? Wij merken dat het A, vaak lastig is om een hulpvraag te stellen. En dat komt soms omdat je het zelf wil doen. Daar hebben Simon en ik het wel vaak over. Dat is bij jou wel een reden. Ja. Maar soms ook omdat het niet lukt om een hulpvraag te bedenken of te formuleren. Terwijl je wel vastloopt. Dus ik zeg ook altijd tegen jongeren, het is ook... Een vorm van een hulpvraag stellen is ook dat je zegt, het lukt me niet of ik begrijp het niet. En dan is het aan de begeleider of aan de docent om samen uit te zoeken wat er dan precies aan de hand is. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, we hebben er nog 5. Dus ik kijk nu even naar de technicus. Dat is deze. Misschien kan je die ook even toelichten. Ja, daar hadden we het net over. Gebruik je agenda. Dat is ook een belangrijke... Klinkt zo simpel, hè? Gebruik je agenda. Ja. Ja, heel simpel. En dat hoeft natuurlijk niet een papieren agenda te zijn. Dat mag ook een digitale agenda zijn. Of een andere manier waarop je in ieder geval je planning voor jezelf bijhoudt. Gebruik jij een digitale agenda? Wat voor agenda gebruik jij? Meer op papieren. Ja? Ja, weet het, ik schrijf meer op. Ja, en weet het, want ja, ik vind het toch fijner. Dan herinner ik het me beter, zeg maar, dat ik het heb opgeschreven, zeg maar. Ja, ja. Als ik het zo even moet zeggen. Ja. Ja. Oké. Okay. Heb aandacht voor je planning. Nou ja, die is heel erg belangrijk. Ja. Neem rustmomenten is ook een belangrijke, omdat zeker als je gevoelig bent voor prikkels, en die zijn er overal en die zijn er vooral veel op scholen, hè, in grote groepen, pauzemomenten, zorg dat je tussendoor even bij kunt komen van al die prikkels en jezelf een beetje kunt herstellen eigenlijk. Ja. Communiceer met docenten, ja, dat staat er ook alsof dat heel simpel is. Dat is het niet, maar het is wel belangrijk om in contact te blijven met docenten. Ja, stel hulpvragen. Ja. Nou, je zei het al, maar dat is eigenlijk ook cruciaal, hè? Trek aan de bel. Ja. Ga even naar iemand toe. Ja, dus echt wel met en zeg van, ik weet het niet, maar het loopt niet lekker. Ja. 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 Daar ken ik mezelf van. Ja? Doe jij ook niet zo makkelijk? Nee. Gewoon, ik denk ook weer uit datzelfde perspectief van, ik wil dingen zelf doen. Ja. Ik wil het zelf kunnen. En als me dat niet lukt, ja, dan in het extreme geval, dan vraag ik wel en dan doe ik het ook wel, maar... Heb je het eigenlijk al te veel laten komen? Ja, precies. Dan kom ik in de problemen en dan komen er opeens een stuk meer vragen naar boven. Ja. Dus, ja. Ja, we zijn er doorheen, zou ik willen zeggen. We zijn al dikke 40 minuten onderweg, dus... ik wil ook nog ruimte geven aan de vragen die binnengekomen zijn. We kregen ook via onze mail kregen wij vragen binnen. Via Twitter zijn vragen gesteld. Het onderwerp leeft ook heel erg. Ja, welke ouder wil niet graag dat zijn kind succesvol is op school? En welke student wil dat zelf ook niet graag, zou ik willen zeggen. Maar de vragen die binnengekomen zijn, die pak ik er even bij. Wat zou je willen zeggen tegen andere jongeren die het wel eens moeilijk hebben op school? Ja, eigenlijk los van autisme of wat dan ook, denk ik eigenlijk van, heb ook een beetje vertrouwen in jezelf. Ik bedoel, je hebt ook de middelbare gered als je gaat studeren. Ja. Ik bedoel, dat is ook niet altijd even makkelijk voor mensen. Dus denk daar ook aan terug, van dat heb je ook gered. Ja. En gewoon zoals er eerder is voorgekomen van, wees transparant naar je school.
wees echt op de hoogte van je eigen positieve en negatieve punten, zeg maar. Waar moet je aan werken? Waar ben je echt supergoed in? En probeer daarop ook op voor te borduren, zeg maar. Probeer daar gewoon van op de hoogte te zijn en daarnaar te handelen. Ja. En gewoon heb vertrouwen in jezelf, want weet je, iedereen die kan het wel. Ja. Met begeleiding of zonder begeleiding. Maar dat mag af en toe best wel eens tegenzitten. Het mag, want mag heel veel als je geen autisme hebt, kan het ook behoorlijk tegenzitten. Precies, dus. Precies. Dus ja, het maakt echt helemaal niet uit. Het kan altijd tegenzitten. En daar is ook geen schaamte in. Zo. Nee. Ik bedoel, ik heb het zelf bijzonder shit gehad op sommige momenten. Ja. En ja, ik zit toch op een mbo. Ja. Dus. Even kijken, wat zijn succesfactoren voor jongeren om naar het mbo te gaan en het goed te doen? Kijk even naar jou, Tamara. Ja, dat is wel best een grote vraag. Maar een belangrijke succesfactor is ook als je het moeilijk vindt om wel ook in contact te blijven met de begeleider die je daar op school hebt. Hè. Het hangt af van de school die je hebt. Maar een trajectbegeleider, een docent. Op het moment dat je uit contact gaat, dat zien we ook nog wel eens. Als je het niet meer ziet zitten of het overzicht niet meer hebt en je gaat uit contact. Ja, dat is wel vaak een reden waardoor het... waardoor het minder goed gaat met alle gevolgen van dien. Wat ook wel heel erg helpend is, en dat is in jouw geval echt zo, is dat je een steunend netwerk hebt. Dat vind ik ook wel echt een succesfactor. Dat zijn wel de belangrijkste die ik zo kan bedenken. Ja. Ja, dus er liggen een aantal vragen. Eigenlijk hebben we een aantal daarvan al behandeld tijdens het programma. En misschien dat ik er nog even eentje uitlicht als laatste vraag. Ja. Als je Cyber nou heel erg wil motiveren, hoe doe je dat dan? Met het vooruitzicht dat ik het rustig aan kan doen daarna. Dat ik gewoon lekker kan ontspannen. Ja. Als ik in een school werk of wat dan ook voor een moment zit dat ik echt heel veel moet doen. En het zit me allemaal tegen, dan heb ik zoiets van, ja weet je... Vertel me gewoon dat ik daarna gewoon het rustig aan kan doen en dat ik gewoon vakanties verdiend heb enzovoort. Dan dat je 2 dagen mag chillen op de precies, bank. Precies, dan ben ik echt helemaal van de partij en dan ga ik ook harder aan het werk. Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke leuk dat je er was. Ik moet er nog even bij zeggen, en het is echt een compliment waard. Je was eigenlijk ziek vanochtend en je hebt toch alles bij elkaar geraapt om hier te zijn. Helemaal goed. Bedankt voor je gesprek. Tamara, hartstikke bedankt voor al je informatie. Succes met alle studenten bij Cairo. Jij succes op school. Ja, bedankt. Wij zien u graag. U ook bedankt voor het kijken. Alhoewel dat via onze website dan niet zo goed ging. Maar bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.